Assembleevoorzitter Jenne Vergeling-Simons heeft de vergadering over de naturalisatie van burgers afgeblazen, omdat de regering geen informatie had over de perikelen rond de Centrale Bank van Suriname. Assembleelid Aziz Gayadin had bij de aanvang van de vergadering gevraagd waar de informatie van de regering blijft, zoals eerder beloofd. Ook de schriftelijke informatie die de regering het parlement zou toesturen over het gebruik van de kasreserve heeft DNA nog niet ontvangen. Voorzitter, natuurlijk begrijpt u dat wij niet de vergadering kunnen starten met waar wij geëindigd waren. En we waren geëindigd vorige keer waarbij de regering aangaf dat zeker met betrekking tot de financiële-economische situatie waarin we nu verkeren, voorzitter, waarbij er geen enkel duidelijkheid is over de koersen, voorzitter. Er zijn allerlei koersen in het land op dit ogenblik gaande, voorzitter. Niets is duidelijk. En de minister, de regering heeft hier aangegeven bij de eerstvolgende vergadering dat de minister van Financiën die uitlandig was, tekst en uitleg zou geven. Goed, wat is uw voorstel? Mijn voorstel is, voorzitter, we kunnen geen enkel andere wet starten. Okay, uw voorstel is dat de pinaren. Uw voorstel is duidelijkheid is. Wat wilt u? Wat is uw voorstel? Voorzitter, daarom stel ik voor dat de regering nu onmiddellijk, nu we gestart zijn met deze openbare vergadering, ons tekst en uitleg geeft over de economische situatie waarin we verkeren, voorzitter. Ook voorzitter Geerling-Simons vindt dat de regering zo gauw als mogelijk het parlement moet informeren over de nieuwe governor van de Centrale Bank en de kasreserve. Voor haar is deze informatie belangrijker dan de naturalisatiewet. We weten dat het proces lopende is, maar wat we niet kunnen doen is gewoon door vergaderen over wel een belangrijk onderwerp, maar zonder informatie over het allerbelangrijkste onderwerp dat op dit moment speelt. Dus dan stel ik aan de vergadering voor dat we deze vergadering gaan verdagen. En dan ga ik met de regering in contact treden om te horen wanneer ze ons wel kan informeren. En dan gaan we de vergadering weer uitschrijven. Ik verdaag de vergadering. DNA-voorzitter Jenne Vergeling-Simons vandaag in DNA. Ze heeft de openbare vergadering afgeblazen omdat de regering geen informatie had over de perikelen rondom de Centrale Bank van Suriname.